Hallo kijkers, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En we gaan deze video beginnen. Vandaag, bij Novalius, heb ik mijn bed gevonden en natuurlijk ook mijn vest. En niet deze, maar een zwarte, want dit was eerst vandaag de vervanger. En natuurlijk heb ik vandaag iets laten vallen. Dat is natuurlijk... De Nutella pot heb ik laten vallen. Als je afgaat welke Nutella, de chocolade. Die ga ik niet opeten. Het kan zijn dat misschien een glas in zit. Weet je wat, ik heb wel schoongemaakt, want de hele doek zit ook onder de chocola. Maar die gaat misschien, ja, die gaat toch misschien in de was vandaag. Maar ja, ik heb wel mijn moeder gebeld, alleen mijn moeder heeft mij gebeld. Alleen, er was een beetje een vertraging voor mijn telefoon, heb ik even teruggebeld. Want ik kwam heel goed uit, heb ik ook doorverteld wat er gebeurd was. Maar als je eerlijk vertelt aan je ouders... Nee, grapje. Als je gewoon doorvertelt... wat ik bedoel eigenlijk... Als je iets gedaan hebt, was je niet mocht eigenlijk, of als je iets kapot is gevallen, dan moet je gewoon eerlijk vertellen. Maar als je het niet eerlijk vertelt, dan word je zo boos. Heel erg boos. Maar ja, oké. Maar ik heb wel opgeruimd. Alle glasdingetjes zitten erin. En die moet ik nog even weggooien, nog dadelijk. En waarom dadelijk? Ik ben nu een video aanmaken. Alleen ik kwam heel goed uit. Deze mes, ja. Hoe zou ik zeggen? Nee. Gevaarlijk, doe het nooit na. Er zat glas in. Dus ik kwam. Hoppakee, heel schoon. Ik ben weer netjes als een schone beentje. Oké. Nee, als je afgaat, ik heb al een vriendin. Ja, wat ik bedoel eigenlijk, doe dit nooit na, want ik ben onsterfelijk. Nee, grapje. Nee. Ik ben helemaal onsterfelijk. Nee, dat moet eigenlijk nooit doen. Gelijk je mes in je mond doen als er glas in zit. Want hij zat op beton. Geen bloed. Doe het nooit na thuis. Dat eigenlijk. Maar als je het doet, ja, dan ben je gelijk je tong kwijt. Of, ja, met glas. Hoe zou ik zeggen? Dat is ook heel erg gevaarlijk. Als je met je blote handen pakt. Krijg je gelijk heel veel glas aan je hand. Maar dat willen we niet. Dus. Ja, ik heb erom mijn moeder gebeld. Doorverteld. En mijn moeder was heel erg tevreden. En ook, ook heel erg blij dat ik gewoon door heb verteld. Want liegen mag niet. Nee. Maar als je liegt, ja. Als je toch liegt, ja, dan worden ze boos. Maar als je gewoon doorvertelt, hé, daar zijn ze weer. Ja, mijn moeder. Ik ga even naar boven. A few moments later. Ik ben weer boven. Ja, want mijn moeder is weer thuis. Want, ja. Oké. Waar was ik weer gebleven? Oh ja, over liegen. Want liegen is eigenlijk nooit goed eigenlijk. Maar als je gewoon eerlijk vertelt, dan worden ze absoluut nooit boos. Maar als je toch liegt, dan worden ze wel boos. Maar dat willen we hier niet. Ja, want ik ben nu in mijn kantoor. Want ik kom heel goed uit. Ik moet toch mijn video gaan editen. En ik ga het toch even afronden. Vond ik het ook een hele leuke, een speciale video. Vond ik ook een hele leuke video. Morgen ben ik weer op deze YouTube-kanaal weer te zien. En het is maar één ding te zeggen. En dat is... Later!